Ik fiets veel en ik kom toch redelijk in het land. En soms zijn de kleuren totaal niet mooi. Dus er gewoon aandacht voor. En of het nou, ja, welke kleur het wordt, de nummers, dat maakt me niet uit. Maar wel een kleur die zoveel mogelijk past. Gescheiden door plexiglas ramen sprak de Zoeterwoudse gemeenteraad donderdag over de herinrichting van de Noordbuurtse weg. Wij zijn de echte voorstander van de variant fietsstraat vanwege veiligheid. Er zijn ook veel ouderen die elektrische fietsen, veel fietsen. En daar moet ik ook aandacht voor hebben natuurlijk. Ook progressief Zoeterwoude ziet de Noordbuurtseweg het liefst als fietsstraat. Ja, heel duidelijk kiezen wij voor een fietsstraat, omdat we dat denken dat alle problemen, of niet alle problemen, maar dat dat het meest veilig is voor de fietsers, voetgangers en ook automobilisten. Nadat CDA en VVD hun vraagtekens zetten bij de financiering van de plannen, werd er uiteindelijk niet gekozen. Dat klopt, ja. Dat vind ik heel erg jammer. Dat was eigenlijk de doelstelling van de voorronde en vervolgens het bevestigen in de raad. En dat is niet gebeurd. En dat hing vooral op interventie van het CDA. De partij wil niet vooraf al rekenen op eventuele subsidies. Dus op het moment dat je meer wil uitgeven, kom je eerst naar de raad om geld te vragen. Nu snap ik dat die subsidieaanvraag bijna rond is of ze denken dat het wel goed komt. Nou, wat is er dan zo moeilijk om even te wachten dat we zeker weten dat de subsidie onze kant komt en dat het binnen de begroting past? Dus puur op de procedure is de zaak onderuit gehaald. En dat vind ik wel heel erg jammer. We hadden gewoon tot een keuze kunnen komen. Als we die keuze hadden gehad, hadden we die ook kunnen doorsturen naar de provincie en naar het Rijk voor de subsidie. Want je hebt gewoon een plan nodig. Die hadden dan kunnen bekijken van in hoeverre die subsidie terecht is. En dan hadden we die eventueel gescoord en dan konden we verder. Maar nu zit er ook het zomerreces tussen. En pas dan kunnen we kijken wat vervolgens in de volgende raadsvergadering, die pas ergens in september is, het besluit wordt. Volgens de VVD zou wethouder Bouter ook een goedkopere optie uitwerken. We hadden eigenlijk het college een opdracht gegeven om met twee opties te komen inderdaad. Dat was een lichte opknapbeurt, waarbij wel uiteraard de veiligheid in acht genomen zou worden. Dus dat betekent dat de fietsgevaarlijke obstakels die er in de weg zouden weggehaald zouden worden. En dat we daar een andere oplossing voor zouden vinden. En een wat uitgebreidere versie die dan ook wat meer voor het zicht en dergelijke zou doen. En tot onze verrassing is die variant helemaal niet meer in vragen. En dan zien we alleen twee varianten voorbij komen die bijna 5 ton kosten. Het zou fijn zijn als we ook in ieder geval de optie hebben om te kijken of we met een goedkope opknapbeurt ook een veilige situatie kunnen creëren. Aangezien we best wel wat uitdagingen in de toekomst hebben en je dan toch gewoon 2 ton kan besparen. Om en nabij. Dat is toch wel interessant. En als het geheugenverlies van de wethouder vind ik het ook nog bijzonder dat hij niet weet dat hij zijn eigen woorden plotseling niet meer kan herinneren. Dat is zonde.